Ja, het is gewoon... Kan je nu kappen gewoon, of ben je nog steeds niet klaar? Je hebt toch wel genoeg afgezeken vanavond, of niet, Tanja? Hallo mensen op Patreon, tof dat jullie kijken in deze gloednieuwe video. Ik ben Stefan en ik ben hier vandaag samen met Gino en met Dylan. Voordat de video gaat beginnen, hebben we heel bijzonder nieuws. Wij spelen al 2 jaar lang op de DDG-server en eindelijk hebben we iets gruwelijks kunnen regelen. We hebben samen met de DDG-server, dus samenwerking met David en met alle andere stafleden, hebben we kunnen regelen dat er een potgrondrankje in de server is. En Gino heeft hem hier zo. Gino heeft PG voor zijn naam. Gino Teams wat in de chat. Kijk dan. Potgrondletters. Let's go. Super gruwelijk. Deze rank is vanaf nu in de shop. Deze rank gaat niet voor altijd in de shop blijven. Je krijgt hier super vette dingen in. Als je dit wil halen, deze rank. Het heeft een waarde van ongeveer 40 euro in de shop van DDG. En het kost maar 15 euro. Echt gruwelijk. Er zitten alleen maar Mytopia dingen in. Dus als speel je Mytopia, moet je dit 100% zeker halen. Wij gaan hem ook halen. Wat er allemaal in de rank zit, is het volgende. Je krijgt een heel vet naampje op tap. Je krijgt een heel vet naampje in de chat natuurlijk van Potgrond. Heel opvallende letters. Je hebt Fly in de lobby. Je hebt alle dingen van de elite rank. Dat is de hoogste rank die je kan kopen voor mij op DDG. Ik weet niet. Volgens mij wel, ja. Die dingen krijgen allemaal in de lobby. Dus heel veel allemaal particles en dat soort dingetjes. Super tof. Verder krijg je op Mytopia 2 Lucky Shards. Je krijgt een 50% booster die je kan inzetten. En je krijgt nog eens een kreet op de lobby. En dat is ter waarde van 40 euro. Je ziet hier allemaal in beeld staan wat je nog meer erbij krijgt. Dus ga het zeker weten checken in de shop. Hier in beeld zie je nu hoe je de rank kan kopen. Shoppen dus davidgames.nl. We gaan het linkje bovenaan in de beschrijving zetten. Ga daarheen. 15 euro kost die. Heb je een maand lang deze rank crates openen. Je krijgt gelijk een hele goede start op Mytopia. Let's go! Normaal kost het 40 euro. Nu maar 15 euro. Dus haal deze rank. Je steunt ons er ook mee. Stuur ons even een foto op Twitter of op Instagram. En dan zullen wij hem in ons verhaal zetten. Of we zullen hem retweeten op Twitter. Oh mijn god. Dus dan kom je ook op de Potgrond Instagram of Twitter te staan. Super vet. Dus laat ons weten. Laat even een like achter op deze video. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal hier beneden. En dan zeg ik, laat weten in de reacties als jij de rank gaat halen of al hebt gehaald. Wij zijn er super hype voor. En zeg ik, let's go. Welkom bij de Anti-Bucket List. In deze video gaat Edibot een opdracht doen die eigenlijk niemand had willen uitvoeren. Wie is de Sjaak deze aflevering? Je ziet het hier allemaal in de Anti-Bucket List. Oké, Stefan heeft dus bedacht dat ik vandaag degene ben die in de zeik genomen gaat worden. Dylan of Stefan gaat mij dus in de zeik nemen. Ze gaan via dit apparaat wat in Minecraft staat, gaan ze bepalen wie mij in de maling moet gaan nemen. En de bedoeling is om mij zo boos mogelijk te gaan maken. En ja, wat kan ik zeggen? Dit gaat nooit goed komen natuurlijk. Enjoy! Oké, dan staan we in deze wereld. Hier zo voor ons staat... de lampen. 3 lampen. Gino, Dylan en Stefan. Maar Dylan, het gaat vandaag tussen ons, hè? Gast, ik wil hem eigenlijk echt niet doen. Want ik heb soms een discussie... Ja, heel soms echt. Dan praten we echt over 1 keer in de maand. Of 1 keer in de 4 maanden heb ik discussie met Gino. Ja, maar dit kan ik echt wel niet doen. Dat kan ik echt niet doen. Ik denk dat, eerlijk gezegd, dat jij het beste kan doen. Dat Gino dan echt compleet flipt. Gino gaat echt... Ik weet niet wat hij helemaal gaat doen, maar hij gaat echt ziek boos worden. Dus we gaan op de knop drukken en het komt uit of Gino of Dylan of Stefan. Dat is niet. Het gaat tussen ons, Dylan. Ik hoop echt niet dat ik deze krijg, want Gino gaat echt boos op me zijn. En Gino is mijn broertje voor de mensen die het niet wisten. Dus ja, dan ga ik problemen krijgen thuis. Dus ik hoop dat Dylan hem krijgt. Ik hoop niet dat hij hem krijgt. Ja, okay, Dylan. Maar Stefan, ik ben bang. Zou ik drukken? Ja, klik dan komt hij. 3, 2, 1... Oh Dylan! Yes! 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 Ik hoef het niet te doen! Dat ga ik echt niet doen, hoor! Ja, vriend! Je bent de Sjaak! Gino gaat boos worden! Oh my god, ik hou van deze machine! Oh my god, yes! Ik heb zoveel geluk! Oh my god! Oké, Dylan, ik zou zeggen, laten we Gino op test gaan moven. En zeggen dat we gaan opnemen, dat we gaan beginnen met de anti-bucketlist. Ik bedenk wel iets in de opname wat we gaan doen. En jij mag me helemaal gek gaan maken. Ik ga lekker helemaal mijn mond houden. Ik ga niks zeggen. Yes? Ja, is goed. Wauw. Yes. Oké. Let's go. Ik ga hem nu dan opnemen of hoe zit het? Ja, als Gino klaar is, dan kunnen we gaan opnemen. Ja, ik ben er klaar voor. Dus daar kun je zo van, ja, ik moet stoppen, dit en dat. Wat, waar moet, hoe? Waar moest je komen? Mytopia of wat gewoon? Ja, Mytopia. Heb ik net even verteld, vriend.
even kloten met agenten. Even actie voeren zonder dat het afgesproken is. Even chaos zetten. En minstens één iemand boos maken, zei Stefan. Minimaal. Dat is het doel voor vandaag. Dat is voor de anti-bucketlist. We moeten mensen boos maken. Maar dat gaan we even als begin doen. Zeg maar, door met z'n drieën tegelijkertijd beginnen. En dan de volgende aflevering gaan we elke keer verder met de anti-bucketlist. Trouwens, ik wil echt niet boos gaan doen of iets anders. Maar de thumbnail die wat je vandaag online hebt gezet, die is niet zo heel mooi, vind ik. Ah, dat mag je vinden. Wat moet ik daar zien? Ja, Steven en ik vinden het wel goed. En hij is goed gekeken vanavond, dus niks van. Je ziet random wat vuur en kapotte bloks, volgens mij. Steven, wat had je vandaag eigenlijk allemaal gedaan? Ik heb even een videootje geëdit, merchandise hebben we ingesteld. Hallo, waarom antwoord je daarop? Is dit een ondervraging of zo? Ja. Nee, maar ik mag toch wel vragen wat hij vandaag gedaan heeft. En wat heb jij gedaan? Ja, dat mag. Gewoon gewerkt. Wat leuk, ik ook, Beertje. Je nou jij? Ook gewerkt. Wat heb je gedaan dan? Zeker Fortnite gespeeld. Ja, ook. Wat heb je gedaan dan? Ga ik jij niet aan je nee zeggen? Ik heb geen tijd voor Fortnite, dus. Je nou, wat heb je gedaan dan? Ik heb niks gedaan vandaag, Tim. Helemaal heb niks. Van Potgrond gedaan? Ik heb echt helemaal niks gedaan. Vorige week maandag, dan kunnen we dan een beetje wel rom, hè? Klopt. Dan was de video te laat. Klopt. En toen woensdag was je nog boos op mij, omdat ik zei of je dat klopt. Weet. Ga je alles herhalen? Ik ben Gino, maar hè? Maar ben je nog altijd boos? Ben je nog altijd boos omdat ik dat zei met... Je hoort me toch lachen? Ja, maar daar was je nog boos over? Nee, daar was ik niet boos over. Nee. Jawel. Nee. Zei Stefan, je was boos om over. Nee, dat was echt een ander moment. Die opname heb je gelijk niet gedaan. Die opname is gewoon eigenlijk meer gedaan. Dat was na de opname, heb je dat pas gezegd. En eigenlijk de opname is gewoon vernukt door jou, als ik nou eerlijk ben. Zo. Want jij gaat random ga je weg? Nee, ik ben helemaal niet weggegaan. Ja, maar in random heb je gewoon niet meer meegedaan met de video. Kijk maar op 6 minuten 12, je hebt gewoon niet meer meegedaan. Ja, dat is best knap als je 16 bent en dan... Of 17. 17 jaar of 18 bijna, of 18 jaar en dan eigen hallo, bedrijfje. En dat doe je niet mee. Ik heb het jou al gezegd, hè, gisteren. Je kan gewoon toch normaal tegen mij praten en zo. Ja, en gewoon respectvol alleen... omgaan. Ja, ik doe gewoon keihard mijn best voor Potgrond samen met Stefan. Ik doe misschien nog wel meer dan Stefan, niet lullig bedoeld. Dat maakt ook helemaal niet uit. Vind ik ook echt niet erg. Maar dan kan je ook best wel grapjes maken en mijn trein, dat vind ik echt niet erg. Maar op een gegeven moment is het klaar. Tijdens een opname is het klaar. En tijdens een opname ga je door. En dat irriteert mij super erg. Vind je dat je meer doet dan? Op een gegeven moment, je gaat te ver. Je weet het niet. Je kan best leuke grapjes maken en zo. Dat was al een uur van tevoren voor de opname was je dat wel aan het doen. Oké, en dan gaan we opnemen. En dan ga je nog door. Dan moet je gewoon stoppen. We zijn in opname. We gaan dan beginnen. Ja, maar zeg me dat wel, als ik te ver ga. Zeg me dan dat ik op de grens ga. 2 jaar geleden heb ik dat al tegen je gezegd. Heb je daar van geleerd? Nee. 2 jaar geleden hebben we ook super harde ruzie gehad. 1 jaar geleden ook super harde ruzie. Ja. We hebben altijd ruzie, maat. Door jouw gedrag, hè? Nee, meerdeels is het gewoon omdat je kinderen niet doet. Maar even terugkomen. Ik was voor de opname al boos, omdat jij eerst nog wat anders ging doen. Het duurde een uur voordat we de opname gingen. Kijk hoe we nu zijn, ook een uur later bijna. Klopt. Nee, maar mag ik heel wat zeggen? Laten we terugkomen op wat je net zei, Gino. Dat wou ik nog even zeggen. Jij zegt van dat ik meer doe dan Stefan voor Potgrond. Vind je dat echt? Ja, soms. Dit weekend heb ik wel veel meer gedaan. Maar zonder jouw hulp hadden we niet zo ver gekomen. Dus we vullen elkaar aan. Maar wat jij doet is alleen wat punten, dingen paint maken. Doe ik soms iets meer, maar dat maakt niet uit. Alleen dingen paint alleen maken. Wil elkaar. Ja, klopt. Maar ik maak wel mooie dingen op paint die 100.000 keer bekeken worden. Dus dat maakt niet uit. Ook gelukje. Ja, gelukje. Nou, daar heb ik wel heel veel geluk in mijn leven. Dankjewel. Alleen het geluk heb ik niet dat ik jou niet ben tegengekomen. Dus, Wow. Ja. Mag ik even vlamsen? Nou, maar dat was wat real life tegen mij. Ja. Nee, dat ben je niet. Dan ben je een andere Gino. Ja, jij bent ook een hele andere Dylan. Dan ben je in één keer poeslief. Oh ja, haha. Nee, helemaal niet. Ik ben net zo. Ga je sneeuwbom? Je doet nooit zo tegen mij in het echt, jongen. Ik ben net zo in opname hoe ik in het echte leven ben. Net zo. Ja, ik heb geen masker op. Echt wel een beetje. Jij probeert je wel even iets anders voor te doen. Dat je op TS heb je een veel grotere bek. Echt, ik zweer. Juist helemaal niet. Jij hebt zo geen respect voor mij. Dat vind ik echt triest. Maar dat moet je zelf weten. Nee, ik heb gewoon respect voor iedereen. Maar als je een klootzak vindt, zeg ik dat je een klootzak vindt. Nee. Bro, jij hebt juist een masker op. Ja, ik heb juist een masker op. Heel goed, Dylan. Jij hebt het goed. Ik hoop maar niet dat je tegen je vrienden ook een masker op hebt. Want dan krijg je nog zwaar later. Dat klopt.
Gelukkig heb ik al 2 jaar een vriendin en jij nog niet eens 1 jaar, dus dat scheelt. Ik heb, als je kan rekenen, dan heb je een lange jaren vriendin. Dus bro, ik kan wel een lange jaren vriendin. Zo, kleine dames zijn we lekker aan het bekvechten. Dat is eigenlijk wel echt zielig als je dat dingetje... Maar je gaat nou ook gewoon door, hè? Ja, maar dat is toch zielig? Jij wil gewoon weer... We hebben toen een keer ruzie gehad, hè? Toen hebben we dat uitgesproken en toen hebben we Steven afgesproken. Ja, okay. Als die nog een keer mij zo boos gaat kunnen maken, dan moet je wel echt heel ver komen trouwens. Dan ga je er ook gewoon uit, hè? Jij kan niet bepalen. Dat hebben we afgesproken met Steven. Dan heeft Steven de hand opgegeven zelfs. Nee, dus vooral doorgaan. Nee, maar op een gegeven moment ga jij de niet bereiken. Nee, blijf maar goed de bek geven. Doe maar. Nee, doe het zo voor Stefan, om cool te doen voor Stefan. Ja, dus doe maar gewoon normaal. Nee, dat klopt. Op maandag heb ik inderdaad geen school. Maandag was de video ook niet online gekomen op tijd. Hoe kan dat? Jullie waren allebei thuis. Want Gino was te laat met de thumbnail. Ja, dat is ook zo. De thumbnail die werd nog minuten later gemaakt. Ja, nou dus. Ja, dan vraag je aangekomen. Een thumbnail is normaal 5 minuten, maar je klaart 10 minuten, 15 minuten maximaal. 20 nee, minuten tegenwoordig is het langer omdat we er veel meer tijd in steken en dat ook heeft een, ook meer weergave op. Een half uur maximaal. Of een uur is het maximaal. Nou, maar Gino heeft 12 uur lang helemaal niks gedaan. Hij heeft een beetje volgende heeft een beetje met Shanna gepraat. Ja, of met iets anders gedaan. En dan is het, ja, en dan is het, denken jullie. En wat wil je hiermee zeggen? Nee, maar je doet nou toe van ik heb een bedrijf op jou zoveelste jaar. Geen hoe oud je bent, 17 of 18. Dat doe ik helemaal niet. Ja, juist wel, nee, ik ben er trots op, meer niet. Maar neem je verantwoordelijkheid dan? Gast, ik ben er alleen trots op, meer niet hoor. Maar neem je verantwoordelijkheid dan? Ja, doe ik toch? Die neem je niet. Doe ik al 2 jaar lang. Ja, anders zou de video niet zo laat online zijn gekomen. En jij bent blij dat ik jou terug heb genomen bij Potrond een jaar geleden. Ja, dat is niet... Ik ben degene die jou heeft toegelaten. Niet waar, helemaal niet. Luister, laat mij nu praten dan. Ja, is goed. Je hebt nu de hele tijd mij aan te doen. Nee, maar je hebt echt gewoon. Hoor je überhaupt wat je zegt? Je hebt echt nul respect voor mij. Ik had gewoon een beetje normaal met mij praten en communiceren. En normaal. Yo, Gino, ik vind dit en dat. Misschien kan je beter voor het dan zo doen. Nee, je doet altijd in de aanval. Ik had gewoon normaal tegen mij zeggen van. Voor het dan wel even op tijd. Even focussen, jongens. Ik kan het gewoon zeggen in plaats van. Maar dat zeg ik ook. Kijk nou je app en kijk nou. Een week geleden heb je het gezegd. Ja, en nu, wat wil je nu dan? Dat we nu gaan huilen allebei, of wat wil je? Nee, maar ik... Wat is er voor nutteloos gesprek, maar jij neemt je verantwoordelijkheid gewoon niet. Altijd weer naar anderen kijken en niet naar jezelf. Nee, maar dat doe jij ook. Ja, ik geef toch toe dat ik fout ben geweest, maar jij bent net zo goed fout geweest. Ja, ben je nou weer klaar met je speech? Of heb je nog meer punten? Misschien over mijn vriendin of zo, hè? Of nog meer dingen die ik fout doe? Kom maar hoor, zeik maar af. Ja, dan gaan we nu gewoon even door, als je toch bezig bent. Je had voor mij net nog een paar punten toen je tegen me zei. Ja, pleur op. Nee, dat... Nee. Ja. Hey, luister, weet jij hoe het voelt? Al word je gewoon bijna 24-7 afgezekerd door iemand die bij jouw eigen bedrijf samenwerkt. Ja, het is een bedrijf. Wij werken samen. Wij zijn een team. Wij moeten elke dag om 7 uur een video online hebben met goede kwaliteit, ja? Dan word ik constant... Door jou word ik uitgezekerd, jongen. En dat ben ik zo scheidsziek van, jongen. Gewoon respect voor elkaar hebben. Dat kan toch wel een beetje, of niet? Ja. Het is van, als je niet meer kan dealen, dan ga je maar weg. Klaar, dan ga je maar weg. Dan ga je maar weg. Zo zeggen de kinderen op de basisschool ook. Nee, dan ga je maar weg. Hey, ja, je mag niet bij me. Ja, maar op zo'n kindertaal zeggen. Maar ik vind gewoon dat jij je thumbnails beter moet maken. Dat is alles. Ik mag toch wel dat zeggen, dat beter kan. Ja, dat zeg ik toch ook. Je mag je mening best geven. En je kan niet wijs maken met die beste XG mod en die van gisteren. Met die Diamond en die Goldberg. Dat je daar een uur bezig mee bent. Dan ben je echt fucking traag. Sorry dat ik het zeg. Dan ben je echt traag, pik. Jezus, man. Ja, dat is gewoon... Kan je nu kappen gewoon of ben je nog steeds niet klaar? Je hebt toch wel genoeg afgezeken vanavond, of niet dan, joh? Oh mijn god, oké, gast. Stop. Zo is het goed geweest. Nee, pleur gewoon op, man. Gino. Het is klaar toch nergens? Ja, jij gaat weer lachen, vindt Dylan weer leuk. Nee, Gino. Gino, stop. Het was een prank. Stop, Gino. Ja, dat komt allemaal weer Gino, het is een prank. Ik hoor morgen wel weer een nieuw verhaal, joh. Prima, joh. Gino, stop. Het is een prank, pleur gast. Pleur maar op. Gast, Gino. Kijk. Hij is echt boos volgens mij. Dylan, wat heb je gedaan? Nee, voor de mensen thuis, het is niet echt zo dat Dylan alles afzeikt en alles afdoet. Oh, yo. Dylan heeft echt erg gedaan vandaag. Gast. Gino! Gast, Gino. Ja, wat wil je? Het was een prank. Gast, chill. Voor de anti-bucketlist wat we gingen doen, jij hebt nog die machine zitten bouwen. Voor die randomizer. Wij hebben vandaag de eerste aflevering opgenomen. Dat zouden we eigenlijk nu doen. Maar ik heb met Dylan afgesproken dat we jou gingen pranken. En Dylan kwam uit die machine. Dus hij moest jou gaan pranken. We hebben besloten om dat te gaan doen over... ja, over potgrond. Dat je te weinig doet en...
dat. Dus Dylan meent niet echt alles wat zo is. Het is een prank, Gino. Rustig maar. Dit is allemaal uitgedacht. Chill. Nou, kan ik niet begrijpen. Nee, Dylan zegt het zelf. Ja, was maar een grapje. Dylan meent niet echt over dat dubbel slecht, omdat je niks doet en dat soort dingen. Chill, rustig. Oh, gast, shit. Gast, kan je zoiets doen, man. Dit was echt de hersenstig iets. Oh, ik ben een potgrond, vriend. Gast, weet je hoe rotgevoel ik heb, hè? Oh, ik kan zo slecht tegen. Oh, dit was echt erg, gast. Ik heb eigenlijk wel, zeg je, ik denk wel een beetje pijn dat ik echt doorging. Want normaal doe ik ook wel soms een beetje zo irritant tegen jou, maar... Oh, ja. Maar nu ben ik echt gewoon doorgegaan. Ook over het verleden moet ik eigenlijk gewoon achter ons laten. Oh ja, even voor de duidelijkheid, we hebben nooit ruzie binnen Potgrond voor de mensen thuis. Nooit, het gaat super goed juist. Alleen, soms even een discussiepuntje. Discussie is goed, maar nu gaat Dylan echt ver met de discussie. Ja. Wauw, ik denk, hoe ver ga je nog? Dit kan toch niet? Dit hebben we echt nog nooit meegemaakt binnen Potgrond, vriend. Holy shit. Oh, mijn hart ging tekeer, ouwe. Echt. Ik dacht, als dit echt is, jongen, dan... Oh my god, ik denk, straks gaat er eentje Potgrond, lieve Gino, of Dylan. Zijn er nog maar twee. Holy shit. Kwam wel mijn hoofd op, ja. Oh my god, vriend. Deze was echt heftig. Niet normaal. Oké, wij gaan het even rustig oplossen. Gino gaat later wel begrijpen dat het inderdaad een prank is. Mensen, al vind je pranks nou leuk en vind je de anti-bucketlist nou leuk? Laat je ideeën voor de anti-bucketlist op mijn topje achter in de beschrijving. Want we gaan extreme dingen doen op mijn topje, althans dat is het idee. Dus laat extreme dingen achter in de reacties. En wie weet, kiezen we jouw reactie er wel uit voor volgende week. We gaan proberen dit elke week te doen. Misschien zelfs ook wel een keer in livestreams. Dus hou ons kanaal in de gaten. Gino kan het nog niet begrijpen. Nee. Lekker gedaan, Dylan, maar complimenten. Goeie, yes. Hele goeie. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dat tof? Laat even een like achter op deze video. Abonneer op ons kanaal hier beneden. Volg ons op Instagram, staat ook in de beschrijving. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei! Doei!